fietsles. Step, step, los. De vrouwen beginnen met kikkersprongen. De billen op het zadel, de voeten op de grond. Tatjana Wegelaar kijkt hen na. Ze is coördinator fietsles voor Stichting Wilskracht Werkt. Na drie lessen mogen de vrouwen één voet, op het linker of rechter pedaal plaatsen. Maar er moet ook worden gestept. De balans is het belangrijkste, zegt de platina blonde Tatjana. Trappen kan iedere idioot. Cursisten van fietsles zijn vrijwel allemaal van allochtone afkomst. Vrouwen die nooit op een fiets hebben gezeten, die weinig buiten komen en die de hele dag thuis baklava zitten te eten, zegt Tatjana. Ze leert hen alle fietsen. Door middel van kikkersprongen, theorielessen en speciale manoeuvres. Sommige vrouwen doen er 2 maanden over en andere zijn 1 jaar bezig. De cursus wordt 2 keer per week gegeven, op Zuid en in Noord. Een les duurt 2 uur en gaat altijd door, ook als het regent of vriest. Maar de weersomstandigheden zijn niet de grootste hindernis. Dat is het zadel, zegt Tatjana. Bijna alle cursisten hebben pijn aan hun billen en natuurlijk aan de edele delen, fluistert ze. Dat komt deels door een gebrek aan ervaring, maar ook door het overgewicht van sommige cursisten. Een met gel gevulde zadelhoes van de Action biedt dan uitkomst. Vrijwel alle vrouwen hebben er 1. 1 mevrouw heeft er zelfs 3, die ze over elkaar over haar zadel doet. Maar ze heeft nog steeds pijn, zegt Tatjana, die haar cursisten kuikentjes noemt. Ook als ze 150 kilo wegen. 3 jaar geleden is ze begonnen bij Wilskracht Werkt, nadat ze door haar vorige werkgever boventallig was verklaard. Er was al een fietsproject, maar dat liep niet zo lekker. Daar ga ik mijn tanden in zetten, dacht ze. En dat heeft ze gedaan. Vorig jaar leerde ze maar liefst 100 vrouwen fietsen door de straten van de stad. En daarnaast heeft ze de sociale dienst als klant binnengehaald. Met een fiets wordt je actieradius groter, vertelt Tatjana. En daarmee ook de kans op een baan. Bijvoorbeeld in de thuiszorg. De lessen worden daarom betaald door de sociale dienst. En mensen zonder uitkering zijn 10 euro per maand kwijt. Maar daar krijg je wel 8 lessen voor, zegt de fietsjuf. Ze werft haar cursisten in de hele stad en gaat met flyers rond. Die ze in winkels, moskeeën en slagerijen neerlegt. Zelfs het Centrum voor Besnijdenis gaat ze langs. En overal wordt de blonde fietsjuf met enthousiasme verwelkomd. Op de Zwarte Jansstraat, of de Zwart-Janstraat, kent iedereen mij, zegt ze. Het is een drukke winkelstraat waar de vrouwen aan het eind van de cursus doorheen moeten fietsen. De ultieme test. Daarna zijn ze klaar voor het examen, waarvoor sommige cursisten slapeloze nachten hebben. Maar iedereen haalt het, zegt Tatjana trots. Het diploma geeft de vrouwen vertrouwen en zet aan tot meer. Je ziet dat ze ook andere cursussen gaan doen om een taal te leren of om met een computer te kunnen werken. Ik vraag of er nooit iets misgaat. Oh jawel hoor, antwoordt Tatjana. Ze botsen geregeld op elkaar of er valt weer een vrouw van haar fiets. Ze kijkt even naar haar kuikens die tegen de wind intrappen, wapperende haren en hoofddoekjes. Het is eigenlijk een metafoor voor het leven, zegt ze. Vallen, opstaan en weer doorgaan. De vreselijkste verhalen komen haar ter oren van vrouwen uit oorlogsgebieden die alles hebben moeten achterlaten. Ze zijn ontzettend sterk en hebben soms 7 kindjes, zegt Tatjana. Ze moesten trouwen met een of ander fossiel uit de familie. Maar ze hebben de kracht om van hem te scheiden en langzaam te emanciperen, om te leren fietsen. Er wordt gelukkig ook veel gelachen. Voor de meeste vrouwen is de fietsles een uitje. Ze brengen cakejes mee en laten zien hoe er in hun land wordt gedanst. Sommige vrouwen balen zelfs als ze geslaagd zijn.
Niets voor niets wordt de fietsjuf met enige regelmaat bijna doodgeknuffeld op straat. Het zijn vrouwen die nu hun kinderen op de fiets naar school brengen of met hun man langs de rotte kunnen fietsen. Iedereen kan het leren, zegt Tatjana. Dik, dun, Turks, Ghanees, jong en oud. Ze had vorig jaar een Nederlandse vrouw van 64 in haar groep en geeft sinds kort fietsles aan een jongetje met het syndroom van Down. Ook heeft ze inmiddels de eerste man een diploma gehaald. Ook heeft inmiddels de eerste man bij Tatjana een diploma gehaald. Fietsen zijn duur en niet iedereen heeft geld om er een aan te schaffen. Dus helpt ze soms ook met het zoeken naar een tweewieler. Maar daarna moeten ze toch echt zelf de wijde wereld in. De kuikens van Tatjana Weggelaar. Mooi.